Hallo allemaal. 70 en 140. Dat zijn de laatste twee plaatjes die ik nodig heb van Tech is te gek. Jullie zien het goed. Het is zondag. En ik neem even een break van de slijmvideo's. Dat had ik vorige week woensdag al gezegd. Het wordt ook grote vakantie en alles en zo. Voor sommigen van jullie is het volgens mij al de grote vakantie. Dus we gaan even een beetje vakantiepauze nemen. Ik zelf ook. Ik ga misschien zelfs ook nog op vakantie. Dus dan heb ik wat minder tijd voor de wat ingewikkeldere video's. Dus dan gaan we wat andere dingetjes doen. En vandaag gaan wij proberen dit af te ronden. De laatste twee plaatjes te vinden. En het is eigenlijk... Eigenlijk wil ik wel zo ver doorgaan dat ik ze vind. Want het moet wel op een gegeven moment afhouden. En een zondag is wel een mooie dag om mee op te houden. Zodat ik de volgende dag gewoon kan beginnen met iets nieuws. Met een nieuwe reeks, een nieuwe serie. Met iets anders gewoon. Laten wij gewoon gaan kijken. 70 en 140. Nou, die komen we niet tegen. We kunnen gewoon lekker lang doorgaan. Nou, of lekker snel. Maar ja, in de vorige video had ik er dus wel een paar. Dus dat was heel prettig. We hebben gelukkig ook nog een hele grote stapel. En we zitten wel in de ronde getallen. Ik bedoel, ik zie 66, 146... Ja, dat is allemaal wel in de buurt van de 70 en de 140. Maar het zijn natuurlijk niet de getallen 70 en 140. En kijk, 136 en 66, dat is ook weer in de buurt van die twee die ik nodig heb. Weet je, ik vraag me af hoeveel boeken ik bijna vol zou kunnen maken. 72 zien we zelfs. En 83 en 133. Alsof het me echt aan het plagen is. Zo dicht zijn die getalletjes erbij. Wedden zo meteen komen we nog 161 of 171. Nou, 71. Terwijl ik het aan het zeggen ben, krijgen wij 71 en 139. Precies de twee eronder. Ik was het aan het zeggen en het gebeurt. Het plaagt me gewoon. 140 en 70. 67. Alsof die twee plaatjes heel bijzonder zijn. Of het iets speciaals is. 76 weer. 65. Volgens mij kan ik die pagina wel 10 keer bijna vol krijgen nu. 92. 80. Nou, dat is gelukkig niet zo dichtbij. Dat is weer wat... Oh, ik zal het een beetje hier openmaken. 92, 90, 12. En nog een keer 80. Zo. 24, 74, 134. Jullie zien het, zijn allemaal getallen die in de buurt van de 70 en de 140 liggen. Maar ja, het zijn niet nummer 70 en nummer 140. Even kijken, 28, 47, ja, nee, weer niet. Die vinger zien we ook de hele tijd terugkomen, nummer 67. 101, 131. Nee, nog niet. 128, 40, 90 en 44. 44, 14, 5 en 144. 144, ja, dat zijn de robots. Hè. Dat is bijna aan het einde. Ik probeer er heel snel doorheen te gaan. 36, 105 en 115. Want dan kunnen we gewoon meer kaartjes doen. 33, 73, ja, en 133. Ik zie het zo gebeuren dat ik dit zo ga halen, zodat ik, als ik ze krijg en nog per ongeluk scheur, ook 69. Ja hoor, bakeliet. Daar maken ze ook snoekerballen en biljart. Nou, maken ze biljartballen van, laat ik het zo zeggen. Biljart dus kent iedereen wel. En nee, nog steeds niet. Nog steeds niet. 138, 160, 108. Weer die poepende honden. Die allemaal dezelfde richting. Ik ga eigenlijk binnenkort ook een keer opletten als ik dat kan zien. 120, 160. Dan ga ik, er zijn hierachter worden heel veel honden uitgelaten. Altijd die lopen daar heerlijk losrennend met hun baasjes. En dan ga ik ook gewoon eens een keer kijken naar zo'n hond. Of die inderdaad allemaal dezelfde richting op kijkt. 41, 71. Kunnen we niet gewoon 71 plakken op de plek van 70 en die 41. Als we dit gewoon een beetje ronddraaien, dan zetten we die 1 vooraan en die 0 aan de achteraan, dan hebben we ook 140. 140! Computerbrein! Tum tum tum, heb ik die niet al gehad? Ik weet het niet, maar we hebben hem nu.
Wetenschappers hebben een materiaal ontwikkeld dat een beetje werkt zoals de cellen in ons brein. Misschien komt er nu wel een computer die zelfs kan nadenken. 140. Zo, die zetten we even hier neer. Die gaan we zo meteen ceremonieel gaan we die nog inplakken. Nog maar één kaartje. We hebben er nog maar één nodig. Het wordt steeds spannender. Zo. Even kijken. Ja, die zet je goed. Nummer 70. Waar ben je? Lucky number 70. Ja, lucky number 7 zeggen ze altijd. Geluk. Nummer 7 brengt geluk. Nou, nummer 70 hopelijk ook. 10 keer zoveel geluk. Want we hebben hem nodig. 82, 149. Nee. Wedden zal je nu zien dat ik in één keer nummer 140 de hele tijd tegen ga komen. Maar, nou ja. We hebben nog tijd. Nog maar één kaartje. Hoe bijzonder is dat? Dan hebben jullie gewoon kunnen zien hoe ik alle kaarten, en Juvianni heeft er een paar gedaan, maar hoe we alle kaarten gewoon online hebben opengemaakt. Dat is ergens ook wel bijzonder. En vooral voor de kinderen die het helemaal hebben volgehouden, is dat natuurlijk wel heel erg cool. 140, ja zie je, ik zei het toch. Zetten we gewoon hierbij. Voor het geval dat, mocht er iets misgaan. Nu alleen nog nummer 71. Nummer 70, waar ben je? Ik ga binnenkort, als ik hem nu niet kan vinden in deze stapel meer, ga ik gewoon die hele stapel van dubbelen. Ga ik gewoon af, zodat ik niet misschien per ongeluk over nummer 170 heen heb gekeken. Want het gaat nu toch echt ophouden. Als deze stapel op is, dan kan ik misschien nog aan een paar komen. Maar ja, en anders is het gewoon jammer. Dan heb ik nummer 70 niet. Heb ik een bijna compleet boek. Kan gebeuren. Het is niet altijd geluk hebben. En nee hoor, ik krijg dan heel vaak de vraag van jullie van, oh, ik heb hem wel dubbel, moet ik hem opsturen? Zo, dat hoeft niet. Het is niet erg als het boek niet vol is. Dus je hoeft niet meteen aan te bieden om hem op te sturen. Dat vind ik wel altijd heel erg aardig. Maar het is niet nodig. Want als ik bij één iemand zeg van ja, stuur me op, dan krijg ik straks in één keer 40 van die plaatjes opgestuurd. En dat hoeft natuurlijk niet. Zo. 76 weer. Het wordt nu al steeds spannender, want mijn stapel wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Nee, ook nog steeds niet. Ik begin hem een beetje te knijpen. 51, 16, 81 en 116. Zo. 72. Nummer 70. We hebben hem. Het boek is vol. Slim telefoonscherm. Japanse onderzoekers hebben per ongeluk een scherm uitgevonden dat zichzelf kan repareren. Door er zachtjes op te drukken. Handig, dan verdwijnt die barst in je smartphone gewoon weer zelf weer. Het boek is vol. We zijn er. We hebben alles. En nou, ik ga het gewoon laten zien. We gaan het zo meteen inplakken. Maar dit zijn de dubbelen die ik heb. We hebben deze hele stapel moeten openmaken om dit boek te krijgen. Dit is wat ik nog over heb. Hij is weg. We hebben hem helemaal vol. We pakken het boek erbij. En ik ga gewoon beginnen. We beginnen gewoon met 140. We gaan met 140 beginnen, want die hadden we eerder. En 140. Het computerbrein. Oh, rustig openmaken. Het is me wel eens gebeurd dat ik zo enthousiast was dat ik een sticker scheurde. Als ik dat nu doe, ben ik echt niet blij. Gaan we naar 170 toe. Nummer 170. We gaan naar nummer 70 toe. Het telefoonscherm. Voorzichtig eruit halen. Hij is los. Even opzij. Kijken of ik hem heel netjes erin kan plakken. Heel strak gedaan. Dat was het. We gaan nu alle pagina's kunnen we gaan bekijken. Ik ga dit even opzij schuiven. Allemaal vol. 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 Allemaal zijn ze nu gedaan. Kijken of ik er niet per ongeluk eentje over heb geslagen. Maar volgens mij niet. Volgens mij
zijn we er nu echt. We hebben het. Het hele boek is gedaan. Wij zijn klaar met het openmaken van de pakjes. Het is gedaan. Wij gaan nu, of tenminste wij, ik ga in ieder geval wat proefjes hieruit doen. Want er zitten een paar hele leuke tussen. Misschien ga ik zelfs wat knutselwerken doen hiermee. Want daar zitten ook een paar leuke tussen. En ik ben blij. Het is gelukt. Het boek zit vol. Voor de jongens en de meisjes en de ouders die het vol hebben gehouden. Dankjewel. Het was een lange zit. Het waren onwijs veel video's. Er zijn er bijna 30 geworden. Misschien ook wel 30. Ik moet even nagaan tellen. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet niet lid te worden als je het nog niet bent. Tot de volgende keer. Doei doei.